Ja, er is al heel veel gezegd. En als je als oppositiepartij hier iets over zegt, dan ben je altijd een beetje zurig. Maar ik kan u meegeven, wij zijn helemaal niet zurig vanavond, want we hebben al één heel mooi amendement binnen. En dat is net dus gebeurd. Dus wij zijn eigenlijk al heel blij. Maar wat doen we vanavond en met dit agendapunt, de voortgangsreportage en dan de perspectievennota? Ik kom straks even terug op welke amendementen en moties wij allerlei gaan ondersteunen. Maar ik wil ook want wij willen ook richting geven met betrekking tot de begrotingsbehandeling die in oktober zal plaatsvinden. En daar gaan we dan geld voor reserveren. Maar toch een aantal punten. Het is net ook al genoemd door Protiel, de overlast in de binnenstad van toch mensen. En we zien dan ook de autobranden die recentelijk hier in de stad zijn gepleegd. Met zorgogen zien wij dat aan en wij hopen ook dat daarin met cameratoezicht en onze goede politie, dat we kunnen vinden de daders en dat deze dus daarin hard gestraft gaan worden. Wij vinden ook, maken ons zorgen over een harde kern die er toch nog is hier in Tiel van criminelen of die zeer tegen het criminele circuit aanzitten. Er heeft van de week zelf twee zware criminelen uit Tiel gelinkt zijn aan een liquidatie in Utrecht. Dus dat vinden wij verontrustend. Vandaar ook dat wij met VVD en een aantal andere partijen, daar zit ook het CDA in, ProTiel en dergelijke, Sociaal Tiel, dat wij de amendement in gaan dienen, dat wij blij zijn met cameratoezicht. Net is ook al een heel debat geweest over het sociaal domein, over de financiën, over dan de algemene reserve. Wij willen daar ook nog even aan meegeven dat wij ook de aankomende periode heel veel grip willen krijgen over de systematiek. Want wij willen ook dat het geld daar naartoe gaat waar de Tielse burger de juiste zorg krijgt toebedeeld. Dan hebben we het over de vitale en aantrekkelijke stad, programma 3. Wij willen echt benoemen dat wij blij zijn met de vorming van één cultuurorganisatie. Centrum voor de Kunsten, De Plantage, Schouwburg en Filmtheater Agnitov en de expositieruimte Het Klooster. We maken ons nog wel veel zorgen over de afname van leerlingen van De Plantage en de contributiegelden, die fors te noemen zijn. Zelfs voor eigen deelnemers uit Tiel. Maar zeker nog veel meer voor de omliggende gemeenten die afhaken in de samenwerking. En blijft zo'n instantie, kunnen we dat nog wel op poten houden in de toekomst. Want juist creativiteit brengt voor heel veel mensen toch een zinvolle samenleving. Zo denken wij ook over de bibliotheek, waarin wij zorgen ons maken. Is dit nog wel toegankelijk en kunnen wij dit ook nog ruimte en doorgeven van dat wij hier nog tegen een gereduceerd tarief of een tarief wat gewoon betaalbaar is voor veel inwoners, dat die daarvan gebruik kunnen maken. Dan hebben we de ruimte en economische ontwikkeling, programma 5. Wij zijn heel erg blij met dat eindelijk toch de realisatie 2016-2017 in het zicht komt van het wielerpark en ook van de wijrijders met hulp van cofinanciering van de provincie van rond een miljoen. Daarnaast zijn wij blij met de initiatieven die van de grond afkomen bij de Zandwijkse Poort, dat daar tijdelijke parkeerplaatsen komen. Maar ook voor de verkeersveiligheid voor de rotonde die daar voor die school zeer noodzakelijk is. Dan hebben we over de openbare ruimte, onderhoud openbare wegen, de kroonnorm. We zijn heel erg blij dat ook de coalitiepartijen die dat nu inzien, dat het hoge gras bij kruispunten al veel te lang is. Dus dat zou voor ons een gezamenlijk standpunt kunnen zijn van hier de raad, om dat toch meer bij te houden en meer geld voor uit te geven.
Zijn wij heel blij, want ik blijf blij, dat zou u misschien niet van mij denken, maar over het ambitiedocument met de regio. Tiel, Fruitstad aan de Waal. En dat Tiel zich daarin ook manifesteert als Fruitstad aan de Waal en dat daar ook verschillende initiatieven van de grond afkomen. Waar wij wel over van geschrokken zijn en verontrust, dat wij nota hebben genomen van de nota, het piept en het kraakt. En daar hebben we verschillende discussies van het jaar ook over gehad, maar dat er in 3 jaar tijd 3 ton ter beschikking gesteld moet worden om deze organisatie beter op orde te maken. Dat vinden wij eigenlijk toch niet kunnen, dat wij daar zoveel geld weer ter beschikking voor moeten stellen. Dat stuit ons ontzettend tegen de borst. Dan doen wij toch dingen niet goed. Zo is het ook met de werkfaciliteit, verbouwing van stadhuis en wat alleen aan de binnenkant wat ontzettend veel geld gaat kosten. We hebben heel veel grote projecten tijdens de coalitieperiode, Lingen College, gemeentehuis, de campus, Agnietorfverbouwing, Fluvia, Waalkade. En dan willen we niet zeggen dat we daar tegen zijn, maar het piept en het kraakt ook van het geld uitgeven. Daarom ben ik ook blij dat er 2 ton structureel en 2 ton incidenteel nog is. Nu, heel vlug, de moties en amendementen. Wij zijn voor plaatsing, onderhoud en uitlezen de camera's, uitbreiding, speelcapaciteit, voetbalvereniging Waddenooien, transitieplan Waalkade, Kademuur, handhaven van het schoolzwemmen, daar komt van ons een motie daarover buiten de perspectievennota om, projecten subtiel voor sterke en belevenisvolle binnenstad. Nou, de reserve sociaal domein hebben we net gehad. Het geluksbudget zullen wij ondersteunen. Wijkbudgetten zullen wij ondersteunen. En motie van zorg, beheer, openbare ruimte zullen wij ondersteunen. Dat was onze bijdrage in het eerste termijn. Dank u wel.